Yo gasten, Gamebox hier, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag gaan we echt ziek en dan ook ziek veel kisten openen van die megakisten. Want ik heb nog wat edelstenen of diamanten over. Hoe je dat ook noemt, hoe noem je dat eigenlijk in het spel? Edelstenen. In ieder geval, die kan ik dus opmaken. We gaan deze aanbieding kopen. Dan krijg je 2 megadozen plus nog 170 andere edelstenen. En met die edelstenen kunnen we allemaal dingen gaan kopen. We kunnen bijvoorbeeld knokkers kopen. We kunnen hier ook nog een megadoos kopen. We kunnen punten kopen. We kunnen hier tokenverdubbelaar gaan kopen. Dat soort dingen gaan we allemaal doen. En dan wordt dit gewoon één mega zieke doosopening. Zo kan je het wel noemen. Met Clash Royale deed ik altijd een chest opening. Hiermee gaan we een doosopening doen. En als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal een duimpje omhoog. Zouden we 1000 likes kunnen halen op een Brawl Stars video? Het zou heel nice zijn. Support mij ook. En als we de 1000 likes gaan halen, ga ik zorgen dat we gewoon binnen komende week nog een keer zo'n video gaan doen. Dat we vet veel dozen gaan openen. En ik hoop dat we een nieuwe knakker kunnen vrijspelen. Waarmee we dan weer even kunnen spelen. En dat we nu ook vet veel van die upgrade punten gaan verdienen. Zodat we in ieder geval wat mooie dingen gaan doen. Maar ik zal eerst wel even met de edelstenen die ik nu heb deze megadoos openen. Al eerst even deze gratis doos. Krijgen wat coins erbij. En dan krijgen Barley. Die vind ik echt chill. Dat is een van mijn favoriete knokkers op dit moment. Nita vind ik op zich ook wel chill. Het is alleen, weet je, het probleem is dat ik deze nog niet heel hoog level heb. En ik wil eigenlijk met een paar knokkers wil ik heel ver gaan. Gewoon dat ik een paar knokkers heel hoog ga upgraden die ik chill vind spelen. Ik vind Barley vind ik dus chill spelen. Deze gaat ermee door. Deze vind ik op zich ook wel chill. Eigenlijk, ze hebben allemaal wel wat. Maar ik wil zeg maar 1 of 2 heel ver door upgraden. Want je kan natuurlijk moeilijk iedereen gaan upgraden naar heel hoog levels. Op een duur wordt dat gewoon te duur. Maar we gaan nu even deze megadoos openen. Dan ben ik benieuwd wat we hieruit gaan krijgen. Let's go. We beginnen met 166 munten. Gold krijgen we 10 keer. Die kon ik al upgraden. Poco, die kan ik nog niet upgraden. Deze, die kon ik al upgraden. Maar ik weet dus niet of ik ze allemaal ga upgraden of niet. Bull. Oh, die is wel nice, Bull. Dat is wel echt een hele sterke kaart, vooral. Ik speelde af en toe wel tegen en denk, wow, dat is echt een goede kaart. Ik weet alleen zelf niet of ik hem ga upgraden. Maar we krijgen 44 keer Barley. En dat is, zoals ik net al zei, mijn favoriete. Nice. Dan kan ik die ook weer level upgraden. En we krijgen een nieuwe. We krijgen een nieuwe. Holy shit. Super zeldzame. Rico chat. Of dit is, wat is dit? Holy shit. Die ziet er wel ziekelijk baas uit. We gaan trouwens zo meteen ook proberen met die nieuwe te spelen. Ik denk dat die wel een beetje lijkt op die Barley die ik nu heb. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar hij ziet er wel echt ziekelijk baas uit. Maar we gaan natuurlijk nog veel meer kisten openen. En dan zo meteen ga ik allemaal dingen upgraden. En dan gaan we ook met mijn nieuwe knokkers spelen. Wat zou ik dan nu doen? Dan ga ik nu de aanbieding kopen. Dan zie ik jullie zo meteen weer. Ak, aankoop is voltooid. Oh, what the fuck? Huh? Ready for another? Oh, gelukkig. Ik was even bang dat die dan niet goed zou lopen. Oké, anders loopt weer goed. Ja, want de opname stopt altijd als ik zo'n aankoop doe. Dan kantelt het scherm, dan stopt de opname heel vervelend. Maar in ieder geval, het neemt allemaal weer op. Dan krijgen we natuurlijk weer coins. Poco krijgen we als eerste. Is dikke prima. En Barley krijgen we er weer 18 van. Dat is wel ziek. Dat betekent dat we nu wel van anderen heel veel gaan krijgen. We krijgen Nita. Oeh, nice. Rico Chat, of hoe die ook heet. In ieder geval, dat is die nieuwe die ik dus net vrij heb gespeeld. We krijgen Bull, daar krijgen we ook vet van. Oh, ik kan er zoveel dingen upgraden, dat is echt niet normaal. Maar we krijgen nu geen nieuwe knokker. We krijgen 8 edelstenen, wat ook chill is meegenomen natuurlijk. En dan, oh, dit zijn zulke mega kisten, jongens. Ze heten ook mega dozen, of ik noem ze kisten. Het zijn natuurlijk dozen, maar je krijgt er zoveel dingen uit. Dat is echt niet normaal. Wow, 300 coins. Net kreeg ik echt veel minder. Oké, dit is wel echt een lekker begin. We krijgen nog 30 keer het boel. Dat zijn de minste. Oké, je krijgt dus in het begin de minste en dan krijg je steeds meer. Dus als je in het begin eentje krijgt die je graag wil hebben, dan ben je gefuckt, want dan krijg je aan het eind die niet meer. We krijgen, oeh, Shelly. Die heb ik nog niet gekregen volgens mij. Maar die heb ik al level 6. Oh, nice. We krijgen nu 43 van deze. En we krijgen volgens mij een knokker nu. Dat denk ik. We krijgen nu in ieder geval 90 keer gold. Die kan ik dan denk ik alweer 1 of 2 keer upgraden. Nee, we krijgen geen knokker. We krijgen weer edelstenen. Dus ik heb 1 nieuwe knokker gekregen nu. Maar we hebben natuurlijk nog 231 edelstenen. We zouden misschien deze kunnen kopen. Nieuwe knokker. Deze bovenste ga ik niet doen. Dat is gewoon alleen een skin. Deze kan ik misschien wel doen. Dan krijg ik een nieuwe. Plus dan krijg ik zo'n skin erbij. Weet je wat? Dan ga ik deze kopen. Dat is wel echt heel baas. Dan hebben we nu gewoon 2 nieuwe knokkers. En dan ga ik eerst even met beide een potje spelen.
En dan heb ik weer een super zeldzame knokker. Plus een skin. Die er best wel verbaasd uitziet. Een soort van cash elf. En we kunnen die krachtpunten trouwens ook wel kopen. Maar dan ga ik eerst even met mijn nieuwe spelen. Dan zal ik eerst even met deze spelen. En dan doe ik showdown. Dan gaan we even kijken of dit een beetje chill speelt. En wat hij precies doet. Want ik heb natuurlijk geen idee. Oké, let's go. Ik denk dat hij gewoon schiet. Ja, hij schiet dus... Oh, hij kan dus ook weer kaatsen. Dus als jij ergens tegenaan schiet... Pat. Oh, dat is op zich wel baas. Die kerel daar. Ik ga proberen te raken. Ik heb hem nu geraakt. Oh, volgens mij is die best wel sterk. In ieder geval zo'n idee heb ik. Oh, nu moet ik wel uitkijken. Oké, nu ben ik dood. Het is natuurlijk wel van top. Ik heb natuurlijk geen idee nog hoe deze knokkers een beetje spelen. We gaan nog even één potje mee spelen. Want ik wil ook weten wat zijn special attack is. Dan moet ik even iets langer blijven. Dit is trouwens volgens mij wel een knokker die je echt alleen moet gebruiken voor op afstand. Daar is nu trouwens iemand. Oh, shit. Ja, dit is echt voor top. Ik ga deze nu proberen te halen. Dan heb ik hier in ieder geval één edelsteen. En dan zal ik nu proberen die kerel te killen. En ik heb nu die edelsteen van hem gejat. Oh, dit gaat wel goed volgens mij. Ah, nog even één of twee hitjes. Oh, shit. Ik raak hem nu de hele tijd net niet. Dit is echt fucked up. En nu heeft hij zijn full HP weer. Oeh, nu moet ik uitkijken. Want anders ga ik misschien nog wel dood. Zullen we daarheen schieten? Even weer schieten. Ja, ik raak hem wel goed. Zal ik even special attack doen? Moet even... Ja, ik weet niet of dat slim is. Ik ga het proberen. Oh, yo. Zag je dat? Ik had hem gewoon bijna in één keer. Oh, wat de fuck. Ah, yes. Ik heb hem wel gekild. Maar hij heeft mij ook gekild. Oké, ik heb in ieder geval nu door wat deze skin inhoudt. Die special attack was al echt ziek overpowered. Maar helaas ben ik niet heel ver gekomen. Maar ik ga nog even met die andere skin spelen. Want daar ben ik ook benieuwd naar. Of skin. Ja, ik moest ze eigenlijk knokkers noemen. Ik ga met deze dus spelen. En kan je dan... Ik had hier toch ook zo'n skin? Ja, deze. Deze selecteer ik. Ik vind hem er wel baas uitzien. Ik ga er even een potje mee spelen. En dan kijken we wat deze precies doet. En dan ga ik beslissen voor welke ik zeg maar ga sparen naar een echte ooglevel. Hij heeft wel redelijk wat levens. Deze schiet ook gewoon recht vooruit. Ik denk dat het een soort tegelijk is. Voor die moet ik even uitkijken. Huh? Oh, die schiet je één kogel. En uit die kogel komen nog meer kogels of zo. In ieder geval, zo'n idee heb ik. Het duurt wel lang voordat je zo'n kist hebt opgemaakt op deze manier. Ik zie dat daar iemand bezig is. Ik zal die proberen te hitten. Ja, dat was een mooie hit. Ik hit hem wel mooi. Ik moet nu wel even uitkijken. Come on. Oh, shit. Oh, die... Ja, ik doe wel redelijk wat damage. Ik vind deze skin tot nu toe wel chillen spelen als de vorige. Wat is die precies? Oh, dat is... Dat schiet je zo'n ding. Dat schiet je bommen. Oké, dat is op zich wel chill. Ik moet nu wel even uitkijken trouwens. En hij heeft mijn ding kapot gemaakt. Ah, shit. Shit. Ik blijf hier wel even. Ik ga deze kapot proberen te maken. Je doet trouwens vet veel damage met die kogels die erachter komen. Dus als jij iemand hit... Of je schiet ergens anders op en je hit daarna weer iemand anders. Dan kan je echt vet veel damage doen. Ik denk dat dit wel een skin is die echt goed kan gaan worden. In ieder geval waarmee je echt ver kan gaan komen. Ik zal die even hitten. Die denkt dat hij in de bosje zit. Hey, what the fuck? Ik wist ze gewoon allemaal. Oh, what the fuck? Zit hij er nog achter? Come on. Ja, daar had ik een mooie hit. Nou, die helaas niet. Oh, daar moet ik even uitkijken. Dan gaat hij mij misschien killen. Ik zal daar even wat hits doen. Oh, shit. Het is nu 1 tegen 1. Showdown. Hij heeft niet heel veel levens meer. Dus ik ga proberen hem te hitten. Oh, shit. Hij heeft me gekild. Dat is minder nice. Die special attack. Anders kan je dat nog doen en kan je misschien winnen. Maar ik ben wel meteen tweede geworden met deze. Ik denk dat dit wel eentje is die ik meer ga gebruiken. Ik vind hem tot nu toe echt chill spelen. Oh, nee. Niet opnieuw spelen. Even sluiten. En ik kan nu trouwens deze kist ook nog openen. Weer een gratis kistje. Nita krijgen we en Colt. Die kan ik wel vet ver upgraden als ik wil trouwens. Maar de knokkers waar ik nu voor ga sparen. Ik ga deze upgraden. Dat vind ik echt te chillen. En ik denk dat ik voor deze ga. Ik denk niet dat ik deze heel ver ga upgraden. Ik vond hem op de een of andere manier niet heel chill spelen. En deze vond ik wel echt baas om eerlijk te zijn. Die speelde wel echt lekker.
En deze ga ik dus, ja, die heb ik dus al geüpgrade. Voor de rest weet ik niet echt welke ik nog verder moet upgraden. Laat me even weten beneden in de comments welke knakken jullie goed vinden en welke ik dan verder moet gaan upgraden. En per onderdeel verschilt het natuurlijk ook bij hoe goed die is en hoe en wat. Maar dan was dit het in ieder geval voor deze video. Oh nee, ik wou nog even één aankoop doen. Dat was namelijk deze. Dan krijgen we een boost en ik wil deze krachtpunten nog kopen. Die wil ik die voor die penny. Dan kunnen we die ook nog upgraden. Dat wou ik nog even doen en dan heb ik nu eigenlijk alles zo goed als opgemaakt. Dan kunnen we deze nog eventjes gaan upgraden. Met de dingen die ik heb. Dan is nu in ieder geval kracht level 3. Dat is natuurlijk weer net ietsjes beter. Maar dan was dit het nu wel echt voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!